is Madilia. En ik ben Bo. Uit Utopia. Ja. En zoals jullie al weten, is er heel wat gaande hier. Utopia moet stoppen. We moeten naar huis. Maar zijn we daarmee eens? Nee, tuurlijk zijn we het dan niet mee eens. Wij willen nog niet weg. Wij willen hier 15 maanden blijven, maar dat kan nou dus niet. Ja. En ons terrein is zo mooi en we zijn hier zo gelukkig. Kijk. Wij willen niet naar huis, dus we gaan er alles aan doen om hier te blijven. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Zeker. Vertel Bo, wat moeten mensen doen om ons te helpen? Jullie willen jullie alsjeblieft onze petitie tekenen? Ga op zoek naar de website. Die ga ik zo meteen, als deze video eindigt, ga ik de link hier ergens En jullie kunnen hem ook vinden op utopiacurant.nl, daar staat hij ook. Ja. Dus jullie kunnen tekenen. En ja, als we heel veel handtekeningen hebben, wie weet, mogen we gewoon hier blijven. Ja, help ons alsjeblieft, want... Kijk. Kijk wat we gemaakt hebben. Wat staat er? Utopia moet blijven. Teken de petitie. Help ons. Help ons alsjeblieft. Tekenen. Dankjewel. Doei! Lieve inwoners van Venray en eigenlijk alle inwoners van Limburg, want ik ben hier uiteindelijk de enigste Limburgse. Ik ben Bo uit Utopia en wij moeten naar huis. Wij moeten gaan stoppen. Het programma stopt eind mei. Vandaag hebben we in de krant gelezen dat dit is omdat er een busbaan gebouwd moet worden. En ons Utopia-terrein moet daarom een stuk natuurgebied worden. Nou, wij willen natuurlijk allemaal nog niet naar huis, want wij hebben allemaal doelen. Wij willen hier 15 maanden blijven. Sommigen zitten hier al 15 maanden, maar die zijn nog niet klaar hier. Dus wij roepen iedereen op om onze petitie te tekenen. Dat kan via onze website utopiacurant.nl of via onderstaande link. Dus help ons alsjeblieft, want wij willen niet naar huis. Utopia gaat stoppen, maar wij willen nog niet naar huis. Zeker niet. We hebben doelen, we zijn hartstikke gelukkig hier. En de reden waarom Utopia moet stoppen, nou volgens mij weet iedereen dat al, voor een busbaan. Kom op, nee, dat willen we niet. Dus steun ons alsjeblieft, help ons, teken de petitie. Dus ik vraag nu aan alle mensen uit Nijmegen en natuurlijk uit Lemmer, alsjeblieft, help ons. Bedankt! Oh,
gewoon, kom